Hey, jij daar. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van de film Meesterspion. Een backstage vlog. Mijn naam is Thomas. En het zou kunnen dat je mij kent van mijn YouTube kanaal. Kortom, het zou natuurlijk ook kunnen dat je mij helemaal niet kent. Maar ik sta hier bij een heel mysterieus gebouw. En dat is ook een van de meest gebruikte filmlocaties in de film. Heel spannend gebouw ook. Met een heel mooi uitzicht op zee. Dat zien we dadelijk even. En ik ben hier vandaag backstage bij de videoclipopnames van de titelsong die gezongen wordt door niemand minder dan Maan. Jullie kennen haar natuurlijk wel. Ja, we gaan vandaag een beetje rondneuzen, wat vragen stellen aan de cast en crew en aan de acteurs. En de première komt er al bijna aan, dus we zijn heel benieuwd hoeveel zin ze erin hebben. Laten we op onderzoek uitgaan. Ik zie hier ook heel mooi uitzicht op de zee trouwens. Kijk even, heel mooi. En volgens mij zijn ze daar ook bezig met de videoclipopnames nu. Achter de bomen zie je de zee liggen. Natuurlijk de auto uit de film. Alright, let's go, yo. Let's go. Ja, ik ben hier met Maan. En je hebt vandaag de opnames voor de nieuwe videoclip. Mm-hmm. De titelsong van de film Meesterspion. Ja. Hoe komt dit op je pad? Eigenlijk was dit liedje al geschreven in een writingscamp en het zou mijn volgende single worden. Ja. En toen zocht Meesterspion dus nog een nieuwe titelsong. Toen heeft ze mij in platenmaatschappij dit liedje aangeleverd als mogelijke optie. En dat is toen uiteindelijk het liedje geworden. Ja. En het past dan ook goed bij de film, denk ik. Ja, ik vind het zelf wel. Ze hebben er wel een beetje een ander arrangement onder gezet. Iets meer James Bond voor in de film. Ah, dus iets meer strijkers en ja. Dingen. Dus als je het liedje zeg maar op mijn Spotify luistert, is het net een iets andere versie. Oké. En waar gaat het nummer over? Het heet Give You All I Got. Dus het gaat wel, het is wel een beetje over liefde. Maar we hebben, de tekst was eigenlijk eerst iets anders. Ja. En die hebben we voor de film toch een beetje aangepast. Waardoor het iets meer een soort van spionnenachtig is. Ja. Dus eerst bijvoorbeeld dingen als Kissing Me in Places Never Seen wordt nu Finding Me in Places Never Seen. Dus misschien meer vriendschappelijk. Ja. Ah, ja. Dus dan gaat het natuurlijk over die twee spionnen. Ja. Die toevallig hier ook staan. We zijn aan het opnemen op het strand. Ja. Hoe is het gegaan zover? Spectaculair. Ik zag een foto met rook op je Instagram. Ja, het is super leuk, want in de film komen ook rookbommen voor. Ja. Dus de nacht, we vinden, weet je, er worden namelijk in de clip ook geknipt naar beelden uit de film. Dus als je dan een rookbom ziet vanuit de film, zie je weer een rookbom bij mij. En als ik dan die kant op kijk in de clip, dan zie je misschien bijvoorbeeld op deze kant op kijken naar mij vanuit de film. Ja. Dus daar wordt een beetje mee gespeeld. Maar het is wel een beetje al gewenning voor mij, want ik woon hier. Oh echt? In Bergen. Meen je niet? Ja, dus ik kom hier al vanaf dat ik klein ben. Dat is een beetje mijn hometown. Dat is wel een hele fijne plek denk ik om op te groeien. Heel ja. Rustig. Ja. Ik zie daar de zee, een heel stil dorpje. Ja. Nou, dit is Bergen aan Zee. Ja. En je hebt dan, als je hier de lange weg afrijdt, 6 kilometer verderop is Bergen zelf. En daar word je. Wauw. Even kijken hoor. Dan denk ik dat het nog wel heel leuk is om te vragen voor de dames die kijken. Wat heb je aan? Oh. Moet ik even staan? Stel maar, misschien is het wel leuk. Ja, zie je dit? Ja, ik zie het. Dit. Met een split en een split. Een soort van cowboy laarzen. Ja. Gaaf. Dat is de lookbook van vandaag. En als allerlaatste wil ik je vragen, je hebt de film gezien. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond hem heel erg leuk. Ver boven mijn verwachtingen. Ja. Ja, ik dacht dat het misschien toch een soort van kinderfilm zou zijn. Maar ik vind het echt een familiefilm. Ik zou er zo heen gaan. Ik vond het echt leuk. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij ben ik echt een van de weinigen hier die hem nog niet heeft gezien. Yeah. Ik ga hem zaterdag zien. Maar ik heb zeg maar oprecht gelachen. Yeah. En ik ben oprecht gechoqueerd geweest. Gechoqueerd. Dat ben ik heel benieuwd. Van alle spannende dingen die er voorkomen. En de videoclip zou ook wel heel tof worden, denk ik. Hoop ik. Wanneer kunnen we verwachten? Weet je dat al? 23 september. 23 september. Dan wordt namelijk de single gereleased met de videoclip. Oké. Okay. Heel kort bij. Ja, dat is over een paar dagen. We moeten toch hard gaan werken. Dus we moeten hard. Ja, hard we gaan, gaan editen. Nu gelijk door. Dag en nacht. Ja. Nou, ik wil je super erg bedanken. Dankjewel. Voor het aanwezig zijn in deze backstage vlog van je eigen videoclip. En heel veel succes vandaag. Dank u. Dankjewel. Doei doei. Doei. Ik loop hier nu met de twee grote hoofdrollen. Bo. Ja. En Stijn. Hoi. Hi. En we gaan even kijken wat we allemaal in dat autootje passen. Daarachter. Die auto speelt ook een grote rol in de film. Daar is de filmcrew voor de videoclip. En dan gaan we jullie wat vragen stellen. Helemaal goed. En zaterdag is zover. Gaat in première. Hoe voel je daarover, Stijn? Ja, nou ja, ik heb hem natuurlijk wel al gezien, maar ik ben toch wel zenuwachtig. We gaan alle belangrijke mensen op het filmfestival een kijkje nemen.
Ja, ik ben wel zenuwachtig. Ja. Maar weet je, je moet maar zo denken, je kan er toch niks meer aan veranderen. Nee, dat is ook waar. Hij zit op slot. Alles eromheen en zo. Oh, de hele ja. dag, ja. Ja. Wel, ik denk wel positieve zenuwen, toch? Ja. Ja. Het is niet net zenuwachtig zijn van een examen. Nee. Is dit toch iets leuker, denk ik? Oh, dit is veel leuker. Ja. Kijk, hier zitten alle gadgets in, dus alle snufjes van de meesterspion. Oh, die cool. zijn er nu niet. Oh, iemand heeft ze gestolen. Ja, dat moet geheim blijven, hè? Ja, dat is geheim. Dat natuurlijk nog niet worden vrijgegeven. In de film zie je wat erin zit. In de film zie je alle leuke snufjes hierin zitten. Gadgets. Dat voelt toch weer vertrouwd. Ja? Ja. Hoeveel tijd hebben jullie erin gebracht? Of in doorgebracht, zou ik zeggen? Ik denk dat we toch al heel wat uurtjes hier gezeten hebben. Omdat je natuurlijk ook vaak een scène opnieuw moet doen. En dan moet je weer een heel stuk terugrijden om dan weer precies hetzelfde stukje weer af te leggen. Ja, of in de regen, dan gingen we ook in de auto schuilen. Gingen ook schuilen in de auto. Oh, echt? Ja. Wat leuk. Ja. Hebben jullie de titelsong al gehoord toevallig? We hebben wel in de film hebben we het stukje dat je hoort in de film hebben we gehoord. Ja? Maar het hele liedje heb ik in elk geval niet... Nog niet gehoord. Ik ook nog niet. Maar ik hoorde dat we misschien even mochten kijken bij de opnames van de clip zo direct. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ja. Ik weet wel dat het heel sferisch was en dat het heel goed werkte. Dat ze dus een beetje James Bond-achtige strijkers erbij hadden. En, ja. Ja. Dus volgens mij zat het qua sfeer helemaal goed. Maar spanning, het zat er wel goed in. Ja. Je hebt al vaker musicals gedaan volgens mij. Was dit jouw eerste grote film? Dit is mijn allereerste film. Allereerste film. En dan gelijk een hoofdrol. Ja. Wauw. En hoe is dat dan om jezelf terug te zien? Ja, ik vond dat bij het geluid en bij de editing, want toen had ik ook al stukjes gezien. Toen vond ik het wel heel moeilijk. Ja, dan zie je voor het eerst zie je jezelf dan gewoon op zo'n doek. Ja. Maar toen bij de preview, dus toen ik hem in één keer in één stuk zag, toen was ik er eigenlijk al wel aan gewend. Ja, natuurlijk spannend om jezelf terug te zien. Maar het gaf wel een goed gevoel toen je het geheel zag. Ja, ik vond het er heel mooi aan te zien. Vooral de kleur in de beelden, daar was ik heel erg van onder de indruk. Ja. En natuurlijk trots op jezelf. Dat mag ook wel. Ja, wat mij ook opviel was hoe mooi die was. Gewoon puur de kleuren, de sets. Ja, er zijn locatiescout is heel goed geweest. Kees, de meneer die dat doet, heeft prachtige plekken gevonden. We staan nu hier op een fantastische plek. We kijken nu uit op, daar kan je dadelijk even een shot van maken. Ja. Op het huis wat dus de ouders van Tim kopen. Een oud hotel was dat. En dat maken zij tot woning. Mooie woning. Fantastisch, ja. Prachtig. En nu ziet het er nog vrij gewoon uit. Hoe dat er in de film uitziet, is nog veel spectaculairder. Wauw. Ja, dat is me wel een heel gebouw natuurlijk. Ja. En dit is dus ook de plek waar dan onder ergens de kelder is, waar Simon, de meesterspion, in een vrieskist spannend. Ligt. En daar, dat zie je nu niet, maar daar waar dat stukje zand ligt daar op de grond, daar was dan die muur gebouwd. Die dan... Ik vond ook al dat soort dingen, die muur en die hele kelder, ja, alle details, alle spullen, ook in de geheime dienst, dat was ook allemaal heel knap gedaan allemaal. Ja, die muur was grappig, hè, omdat dat moest handmatig gebeuren. Met een touw trokken ze dan daaraan en dan ging die muur draaien om. Dan kwamen wij tevoorschijn. Alleen het was een gedoe om te kijken hoe hard je moest trekken. Dus de eerste 5-6 keer struikelden we, vlogen we die deur uit. Ja. Omdat we de juiste snelheid moesten vinden, dat we wel konden blijven staan. Nou, dat was wel een grappig momentje. Dat zit volgens mij ook in de blooper. Ja, aan het eind, ja. Nou, dan zie ik jullie gezellig zaterdag bij de première. Ik ben heel benieuwd. En bedankt. Voor het beantwoorden van mijn vragen en nog veel plezier vandaag. Ja. Dankjewel. Oké, okay. Doei. Doei. Ik loop nu met Nienke door het grote gebouw heen dat in de film het huis heet. Ja. Glory heet het. Ja, in het echt. Oh, in het echt ook. En het is natuurlijk in de film het huis van Tim. Ja. Het nieuwe huis van Tim waar hij dan een bevroren meesterspion ontdekt. En het is echt, ja, het is een mooie, je wil nog als je huis hebben. Het is wel echt fancy. Je in een van je 28 zithoekjes kan gezien. Maar hoe komen we nou helemaal boven? Oh nee, we kunnen nog verder. Wauw. We kunnen nog verder. Oh. Hoe hoger je komt, hoe meer achterstallig en onderhoud. Ik wou het zeggen, als je hier in de hotelkamer komt, denk ik echt voor elkaar heel klein. No way! Waarom? Hoe hoog gaat dit? Het gaat echt ontzettend hoog. Kijk nou, gewoon rondom uitzicht, man. Oké, dit is wel heel bijzonder. Kijk het uitzicht even, mensen. Ja, jullie hebben natuurlijk net een beetje gezien hoe we hier zijn gekomen. Echt, hoeveel verdieping hoog? Ik weet niet. Nou, we hebben wel een stuk van 8 trapjes gepakt. Hoe hoog zal het zijn? 50 meter? Nou, wel meer toch? Heb je de titelsong al gehoord? Nou, net heel eventjes. We zijn, ja, ik heb hem in de film gezien, ja. Gehoord. En, maar vandaag zijn ze ook een clip aan het opnemen. Dus ik heb hem net even voorbij willen komen in de duim. Wat vond je ervan? Nou, ik vond dat de maan er wel goed uitzag. Ja, toch? Poem. Ja, nee, maar een lekker nummer. Goede sfeer, beetje actie. Ja, leuk. Lekker nummertje. Spannend.
Mm-hmm. Past wel bij de film. Het is ook wel een eer om zo... Ik bedoel, kijk, wij zijn geen James Bond, maar wel een soort kinder James Bond. Adele was natuurlijk met haar soundtrack echt... Dat was te gek, dus voor me is wel een eer, denk ik. Toch? Ja, ja, zeker. Wat vond je van de film? Nou, als de film een jongen was, dan zou ik hem verkering vragen. Ja? Ik werd helemaal verliefd. Ik vind het zo'n leuke film. Vet. Echt, hij is gewoon heel spannend, ja. Grappig, ontroerend. Ja, alles eigenlijk. Het is echt een kinder James Bond. En Bo en Stijn zijn super goed. Dus heb je zin in een première? Heel veel zin in, ja. Maar dat is gewoon zo, ja, ik heb er heel veel zin in. Omdat ik vind het gewoon heel leuk om in de bioscoop te zitten met alle makers. En dan met z'n allen die film te kunnen kijken. En ja, een beetje mooi aangekleed allemaal. En dan zo op de rode loper, dat heeft wel wat, toch? Nice. Nou, ik ga je heel erg bedanken. Cool. Ik zie je op de première. Ik zie je op de première. En wij gaan denk ik nog heel even genieten. Van dit. Uitzicht. Prachtige uitzicht. Nou, ik heb echt ontzettend veel zin om de film te gaan bekijken. Ik ben heel benieuwd naar de première. Ik hoop dat jij er net zoveel zin in hebt als ik. En bedankt voor het kijken. Tot ziens. Doei doei. Vergeet niet de andere video's te bekijken op dit kanaal. Doei. Dankjewel. Ik moet gewoon een groepsappje maken met z'n allen.